Ja, we hebben al een tijdje naar het gewauwel moeten luisteren. Natuurlijk van een knulletje Klaver. Ja. En wat dacht je van jongetje Jette? Ja. Maar er heeft zich nu weer een nieuwe kandidaat gemeld. Ja, aan het firmament. En het is, ja, daar komt hij. Dreumesje Dassen. Ja, Dreumesje Dassen. Dat is hem. Oh. Heb je die gezien? Op tv bij WNL, op zondag. Ja, nee. Die begint dan over... Ja, we moeten... Wat het asiel betreft... Hè, dan moeten we even goed gaan kijken... Wat nou precies de oorzaak is... van dat die mensen naar Nederland komen. Als we dat nou eens goed gaan uitzoeken... Hè, of dat nou conflicten zijn of klimaat of... Hey, Dreumesje... ga je praatjes even ergens anders verkopen? Ja, want kijk, wij weten niet op wie we wel moeten stemmen. Eigenlijk nog steeds niet. We zitten nog steeds een beetje, gaan we heen en weer, tussen de ene partij en de andere. Maar als we jou zo horen, hè, Dreumesje, nou, dan zijn we er wel bijna uit, hoor. Waar we niet op moeten stemmen. Ja, want heb je hem gehoord ook? Hij is ook helemaal in klimaat, hè? De Dreumesje. Ja, oh, klimaat, hé. Hey. Hij is nog groener dan de groengoeroe. Ja, je moet uitkijken, hoor. Ja, en als het aan hem ligt, dan lopen we straks allemaal, ja, met een molentje, hoor, op onze telefoon. Ja, kijk uit, hoor, om op te laden. Ja, nee. En alles binnen Europa, hè. Helemaal Europa is hier, Dreumesje. Dreumesje Dassen. Ja, helemaal. Oh, Europa is zo geweldig. Oh, we moeten alles binnen Europa doen. En Nederland, ja, dat moeten we bijna eigenlijk een beetje opheffen. Want dat moet allemaal Europa, Europa en Europa worden. Nou, vrienden. Goed, wij weten in ieder geval nog niet waar we op moeten stemmen misschien. Maar... dankzij Dreumesje Dassen weten we in ieder geval waar we niet op moeten stemmen.